Welkom bij deze kennisclip over Microsoft Forms. Mijn naam is Ralf Hillebrand en ik ga je proberen in deze kennisclips uit te leggen wat je met Microsoft Forms kan. Online onderwijs kent vele vormen en een virtueel klaslokaal is er daar één van, maar lang niet de enige. Zo kan het zijn dat je je studenten gewoon opdracht geeft om bepaalde hoofdstukken of aantekeningen, powerpoints te lezen en te leren in de komende tijd. Wel wil je misschien zicht houden op de voortgang die ze daarmee maken en daarin kan Microsoft Forms een uitkomst bieden. Als je beschikt over het Office 365 pakket, log dan in en ga op zoek naar Microsoft Forms. Daar heb je twee mogelijkheden. Je kan kiezen voor een nieuw formulier of voor een nieuwe quiz. Kies voor de laatste. Ik heb dat hier reeds gedaan en je ziet dan dat ik hier de mogelijkheid krijg om een toets of quiz aan te maken. Daarbij heb ik de mogelijkheid over vele soorten vragen. En het mooie is dat ik per vraag ook feedback kan gaan geven. Dus zo kan ik bijvoorbeeld vragen, ben je bekend met Forms? Indien het antwoord ja is, dan is dat verder prima. Maar indien het antwoord nee is, kan ik ook nog feedback invoeren voor de studenten. Waar kunnen ze het dan vinden? In het geval van de Hogeschool Rotterdam is het login op o365.hr.nl. Ik zou er ook zelfs nog punten aan toe kunnen kennen. Zijn er meerdere antwoorden goed of fout en is de vraag verplicht? Dat zijn zo'n beetje de mogelijkheden die ik bij zo'n vraag heb. Open vragen kan ik er uiteraard ook instellen. En daar heb ik dan eigenlijk dezelfde opties. En zo kan ik van alle opties die er zijn, kan ik vragen stellen aan mijn studenten of aan wie ik dit dan ook beschikbaar stel. Een mooie optie is om misschien te werken met verschillende secties binnen zo'n quiz. Wat is het voordeel hiervan? Dat de vragenlijst die getoond gaat worden bij je studenten niet één lange lijst wordt op het scherm die ze van boven naar beneden door moeten scrollen, maar dat ze per vraag of een aantal vragen, wanneer ik een sectie aanmaak, de volgknop krijgen, de volgende knop. Zodat het, zeker als ze het op hun mobiel maken, allemaal wat overzichtelijker blijft. Op deze manier kan ik dus vragen stellen ter controle aan de stof die ik heb opgegeven op allerlei verschillende manieren. Ze overal ook weer voorzien van feedback en aangeven wat het juiste antwoord is. En dit, als ik dit af heb, met mijn studenten delen. Daarin zitten een aantal mogelijkheden. Kijk eerst goed onder de drie puntjes bij hoe het geheel is ingesteld. Moeten de resultaten direct getoond worden aan de student? Op het moment dat je inderdaad hebt aangegeven wat de juiste antwoorden zijn, kan je op het moment dat het wordt ingeleverd de resultaten ook gelijk terugkoppelen aan je studenten. Wil je dat ze dat direct kunnen zien of niet? Dat is de keuze die je hier hebt. Vervolgens heb je de mogelijkheden om hem beschikbaar te stellen aan iedereen aan wie je de link stuurt. Het nadeel is dan dat je niet kan zien wie wat ingevuld heeft. Of ik kan het beschikbaar stellen aan alle mensen binnen mijn organisatie. Ze moeten dan inloggen met hun gegevens, uiteraard. En jij kan zien of ze op naam wie wat gedaan heeft. En of ze het één keer mogen doen of vaker. Vervolgens moet je er wel voor zorgen wanneer mogen ze het maken. Oftewel, accepteer jij nu de antwoorden. Daar kan je ook nog een startdatum en een einddatum aan verbinden. En op het moment dat je dat doet, kan je ook de vraag door elkaar laten zetten. Via deze mogelijkheid kan je het bericht wat ze aan het eind zien als ze het ingeleverd hebben, zelf aanpassen. Standaard staat er altijd, your response was submitted. Maar zoals gezegd, die kan je ook anders vormgeven. Ten slotte, in het laatste stuk, kan je zelf een e-mail krijgen op het moment dat het is ingeleverd. Deze optie kan heel fijn zijn op het moment dat je met een kleine groep studenten werkt en ze daar ruim de tijd voor krijgen om het in te leveren. Op het moment dat je de quiz aan een grote groep studenten beschikbaar stelt, dan ga je dus ook heel veel berichten binnenkrijgen van het feit dat studenten het hebben ingeleverd. Ook is er de mogelijkheid, dat is de bovenste, dat je de student de mogelijkheid geeft om de antwoorden weer per mail te ontvangen. Dus op het moment dat je feedback hebt ingegeven en op het moment dat je ook in deze toets, of formatieve toets of quiz, hoe je het noemen wil, informatie hebt gezet die ze kunnen helpen bij het leren, zorg er dan voor dat zij die mogelijkheid hebben, zodat ze dat ook gewoon krijgen in hun eigen mailbox. Dan de mogelijkheden om het te delen. Ook hier heb je weer die mogelijkheid. Iedereen kan dat doen of alleen mensen in mijn organisatie. Dat neemt hij over uit je instellingen. En vervolgens kan je ze gewoon de link sturen via de e-mail of welke andere manier dan ook. Je kan het formulier insluiten op bijvoorbeeld een webpagina of een wiki-wijsarrangement, mocht je daar de beschikking over hebben. En ook vanuit hier kan je ze per mail beschikbaar stellen. Op het moment dat je als docenten samenwerkt aan één vak, kan je ook hier ervoor kiezen om hem beschikbaar te stellen aan collega's als kopie of om er samen in te werken. En dat kan in deze tijd heel handig zijn om op die manier daarmee om te gaan. Je kan verschillende thema's kiezen als je het geheel in een andere kleurvorm wil geven. Je kan daar ook zelf nog dingen in uploaden, dus dan kan je het geheel wat meer personaliseren als je dat wil. En voordat je het geheel nu verstuurt, kan je via de preview zowel kijken hoe het er op de computer uitziet als op een mobiele telefoon. En je ziet hier het effect van het indelen van secties. Ik zie de eerste twee vragen op mijn scherm en daarna komt pas de derde vraag. Waar ik niks had ingevuld, dus daarom zie je hier nu even weinig. Op deze manier kan je zicht houden op het leren. Op het moment dat studenten dit hebben ingevuld, zal je bij responses altijd de antwoorden terugvinden. Je krijgt hier een overall view te zien van iedereen die het ingeleverd heeft, hoe lang ze er gemiddeld over gedaan hebben, hoeveel mensen het ingeleverd hebben. En dit geeft je dan een totaaloverzicht. Op het moment dat het ook daadwerkelijk is ingevuld, zal je hier ook per persoon de antwoorden kunnen zien en hoe lang ze erover gedaan hebben. En mocht je dat liever in Excel zien, dan zit ook die mogelijkheid erin om het in Excel te openen. Microsoft Forms biedt op deze manier dus een hoop mogelijkheden, zij het ook wel weer beperkt op sommige gebieden, om het zicht op leren van je studenten te vergroten. Hopelijk biedt dit wat mogelijkheden om de voortgang er in deze tijd in te houden. Mocht het vragen opleveren, dan hoor ik graag van je.